verschillende dingen een klein beetje. Wist je dat was je wel bewust, ook wat je met je ogen deed en zo. Ja. Het is niet moeilijk om een goede foto van Sanne te vinden. Er zitten echt prachtige foto's in. Ze beweegt hele mooie kleine bewegingen, hele mooie lach. En waar we een verschil tussen maken is tussen een grote en een kleine lach. Dat zijn we nu aan het zoeken. En als laatste kreeg een mooie jurk aan. Echte juwelen met echte diamanten kregen we om. Vond ik ook erg fijn. Oh, shut up. What's that? We're fucking around here like all malls with Christine. Should I take it off? Yeah. Yo. Clap your glasses. Shake your asses. Face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one. This one. Classic. Red from blind. Yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lip stop basking. Listen to me, baby. Relax and start passing. Breastway, head back. We should traffic. Sylvia heeft me verrast vandaag. Ze deed het echt geweldig. Ik stond te kijken en kreeg echt kippenvel van mijn armen tot helemaal naar beneden. Echt prachtig. Well, Sylvia was right. She's confident and she's very pretty. Without any hair and makeup, I think she's the best. Like that. I think she looks beautiful. Het gaat heel goed, maar Sil, maar je moet het vriendelijke echt doen, want dit moet iedereen aanspreken. Dus het is niet een femme fataal verleiden naar vrouwen toe en dat sprankelen de hele tijd. Denk maar aan champagne. Ja? En relax, want het gaat hartstikke goed. Beautiful. Chin down, chin it up. Beautiful ass. Why you gritting your teeth? Frustration, baby. She's like the lion of the jungle, you know? She's not going to let anyone take it away from her. It's like her food. It's too sexy, I guess. Too sexy sometimes, yeah. Sometimes that's a problem. En die haren krijgen ze niet terug. Want die vind ik leuk. Er staan hier nu nog 4 meisjes voor me. Maar ik heb maar 3 foto's in mijn handen. Dat betekent dat 1 van jullie geen kans meer maakt op de titel Holland's Next Top Model. Blijf kijken naar Model Masters Holland's Next Top Model. Wil jij aanwezig zijn bij de finale van Model Masters Holland's Next Top Model? SMS Model naar 3040. Je maakt dan ook kans op de Opel Astra Twin Top, een coupé en cabrio in 1. SMS Model naar 3040. Of win een van de splinternieuwe Motorola Pebbles. Dus sms snel model naar 3040. Zet het Mobile Magazine op je telefoon en maak kans op deze unieke prijzen. It's really unusual and I think your looks would really work in America, actually. I think you have a lot of potential. Thank you. En dat vonden El en John Frieda ook. Want die vonden jou het beste tijdens de casting. Echt waar? Oh, dus dat heb je heel goed gedaan. Ja. Je hebt ook een fotoshoot gedaan met Todd Berry. Ja. En dit is je beste foto. Todd, how did it go? I think Sylvia was the best girl today. Really? You thought you were better than what you were. But you were the best. And that's what makes a good model. You know, your attitude. You have an attitude, but you need that. You can't be shy and timid because it doesn't carry across the clothes. And sometimes you have to work on the attitude, but you had a... It doesn't matter about being a bitch, because sometimes bitches are the best ones, you know? Okay. Daar wil ik het ook nog met je over hebben, Sylvia. Want terwijl je de make-up gedaan kreeg, waarschijnlijk zie je het zelf ook op de foto, is het veel te dik geworden. En ik hoorde dat je heel erg aan het bemoeien was met hoe de make-up moest gedaan worden. En dat je eigenlijk meer zelf aan het doen was dan dat de make-up artist het aan het doen was. Nou, ze had een lijntje op mijn ogen gezet. En toen vroeg ik aan haar, zie je het verschil? Want dit oog bij mij is net iets meer naar beneden als die andere. Dus dan lijkt het net of het onverschillig is. En toen vond ze dat zelf ook. En toen zei ze van, nou dan doe ik die smoky eyes. En toen had ze het ook aan de fotograaf gevraagd. Mm-hmm. En die vond dat ook beter smoky eyes bij mij. En toen had ze dat gedaan. Het was 1 keer was het mooi. Toen daarna bleef ze elke keer bijwerken. Dus ik heb daar eigenlijk weinig over gezegd. Ik had alleen gezegd over dat lijntje op mijn ogen. Ik word je zo moe van, Sylvia. Dat je altijd een ja-maar hebt. Ik vind het echt geen attitude. Je kan ook zeggen bedankt voor de tip. Punt. Weet je, dan wordt hier door professionele mensen
wordt wat aan je uitgelegd. Je bent er nog lang niet. Je krijgt complimenten en dan groei je weer. Maar je bent er nog lang niet. Neem gewoon wat aan, wat wij zeggen. Ik vind het, en ook de komedie en zo. Ik vind het niet leuk. Ik vind het best dat je bent een good sport en ik kan met je lachen. Maar op de set wil ik van jou een professionelere houding. Geen gesteun en gekreun. Gewoon doen als iemand wat zegt die je coacht. Zeg je dank je wel. Ik zal het doen of ik zal het in me opnemen. Oké, laat het een keer tot je doordringen. Ovo, je hebt wel 2 castings gemist. Ja. Hoe is dat gekomen? Ja, ik vond het erg moeilijk om de weg te vinden, ja. Het is echt niet... Dat kan gewoon niet. Je krijgt 5 castings op 1 dag en je krijgt voor elkaar om maar voor 3 op te dagen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik bedoel, als je bij castings al verkeerd gaat, laat staan als je straks de hele wereld over moet vliegen en dat je iedere week in 2 verschillende steden moet zitten. We hebben het hier over 5 castings. Heel teleurstellend. Ja, je had je make-up al gekregen en het duurde natuurlijk allemaal lang vandaag. Dat hoort bij ons vak en dat is soms zo. En Max was helemaal klaar om jouw haar te gaan doen en we konden je gewoon helemaal nergens vinden. We hebben met 3-4 mensen OVO gezocht. Max liep door de gang. Waar is OVO? Waar is OVO? Ten eerste moet je je afmelden. Mag ik gaan? En zomaar in je eentje even weggaan en de hele kast zoeken. We hebben echt met 20 minuten lopen zoeken. Dat kan niet. Besef je dat? Ja. Ja. En daarna kom je binnen. We roepen tegen je. Waar was je? Wat is er gebeurd? En je loopt gewoon door. Helemaal niets van sorry. Niets. En daar moet je echt heel goed over nadenken. Want het is gewoon vervelend en lastig. En het kost geld. Heel veel geld. Ik zal je beste foto laten zien. Oké. I think it's a good picture, but it's not good enough to be on the cover. You know, and today was about cover pictures, and you're beautiful, but you have to be confidently beautiful. You have to know you're beautiful and exude that when you walk into the room. You know, it's not just about being beautiful, it's about everything being a model, you know? From the time you wake up to the time you go to bed, everyone you see on the street, you have to think you're better than them.